Hallo dames en heren, leuk dat we kijken naar een goed nieuwe TG Classic serie. Incredible Zoo. Ook een game die ik weer vroeger heb gespeeld. Ja, we zijn wel weer deze week lekker bezig met nieuwe series. In ieder geval, we gaan gewoon lekker spelen. Kies een niveau. Ja, doe maar gewoon lekker normaal toch. Bedankt om me op te pikken, Andy. Jezus, ik laat mijn zus heus niet in de bus nemen. Naar haar... Jezus, ik kan niet zo snel lezen. Laat me even verwerken. Ik wou ook gewoon iets aardigs voor je doen. Ik weet dat je baas niet echt waardeert. Ik geloof dat je een verkeerd beeld hebt van hem. Hij is echt een aardige man. Jawel, ik vind hem alleen dat hij je onderschat. Nou, je werkt hartstikke hard en je verdient echt een promotie. Lekker. Hey, Nathalie, daar ben je. De baas wil je zien. Dit is dus Nathalie, blijkbaar. Zei hij waarom? Nee, alleen dat hij jou in zijn kantoor wil zien. Oké, bedankt. Ik kom gelijk zodra ik zebra, blablabla, weet ik veel. Dag, baas. U wou mij spreken? Klopt, Nathalie. Draai maar om en... jouw harde... Ik heb een belangrijke opdracht voor je. Een aantal jaar geleden hebben we de wedstrijd van beste dierentuin van de staat gewonnen. Maar de voorbij jaar, daarom hebben we jouw hulp nodig, oké? Ik promoveer tot manager van de afdeling Het Groene Woud. Ik hoop dat je met jouw hulp de wedstrijd opnieuw kunnen winnen. Ik heb alle vertrouwen in jou, Nathalie. Oké, nou, we zien ook direct drie andere werelden. Jullie zien ze nu ook, alle drie. Ja, laten we gewoon hier eens spelen. Ik weet niet hoe lang een level duurt, dus zullen we zien. 140 munten en expert doet 200 munten, oké. De giraf heeft honger, ja. Jezus Christus, wat loop je sloom. Kool leren. Jongen, ouwe. Oh, dat gaat niet zo snel. Wacht, ze krijgt munten van de beesten? Lijkt me sterk. Zo werk ik dat meestal niet. Een zebra die een banaan eet. Dat is nieuw. Jezus Christus, wat staat die muziek trouwens hard. Pluma. Oh. Hier, pluma even naar beneden. Een flink stuk, jongen. Allee, tering. Mooie fontein. Lekker, lekker fonteinwater drinken. Lekker. Maar waar komt de fonteinwater vandaan? Gewoon de leiding, gok ik. I don't know. Nou, we hebben in ieder geval het normale doel gehaald. Oh, dus we moeten ze toestemming geven om te slapen. Want dat is realistisch, ja. Jij mag nu slapen, maar jij niet. Jij moet wakker blijven. Oh, dan ben je gewoon klaar met ze voor de dag. Oh nee, dat is goed. Blijf dan maar slapen, ja. Ooga booga. Je hebt een prestatie verdiend. Groentje, je hebt een prestatie verdiend. Welkom. Dankjewel. Dag 2. Er is een nieuw dier in de dierentuin gearriveerd. Het gaat om een oude olifant. Hij was de voorbije maand erg ziek. Gelukkig voelt hij zich nou een stuk beter. Zorg goed voor deze rakker. Olifanten zijn gek op fruit en hooi. Oké. Hier kun je geweldige upgrades kopen voordat je je dierentuin klikt op de prijs krijgt om meer info te krijgen. Oké. We hebben 200 munten. Dus wat nou als we sterren? Verhoogt het aantal munten voor het verzorgen van een dier. Oké. Dit is de bloemen zorgen ervoor dat Nathalie in een goede bui is en sneller werkt. Dus is dat ook sneller lopen of gewoon sneller dingen pakken? Kritische vragen. Jongetje. Het jongetje vult het vlees en hooi aan. Vlees. Later krijgen we zeker ook nog vlees. In de nieuwe kist heb je 4 hooi. Ja, zeker met banaan ook. Ja. Het aapje plukt af en toe fruit. Af en toe ook gewoon. Je kunt die 3 voorwerpen tegelijk dragen. Nu kan het maar 2 dingen. Het liever plaatst zich sneller. Oh, de. Nieuwe exclusieve
Meer VIP-bezoekers, oké. Okay. Lantaarns Dierentuin blijft langer open. Dat is een hele speciale, zeg. Dat heb ik nog nooit in een game gezien. Langer open blijven. Met een nieuw voetpad laat alle personages sneller wandelen. Ja, maar het gaat hier om Natalie, hè. Oké. Ja, ik zou zeggen, sneller munten verdienen is altijd handig. Dus ik ga investeren. Ja. Investeer maar in deze twee. Oké. De klok telt af naar het einde van de dag. Oh god, daar zit ik voor. Oh nee. Oh, we kunnen tenminste cancelen met de linker, rechtermuisknop bedoel ik. Dus dat is wel chill. Want we kennen ook een game die dat niet kan. Emily. Dat is vervelend. Oké. Was het trouwens nou 15 plus 8 geld? Oh. Doe maar 2. Oké. En dan zo. Kijk. Hey. Dank u wel, meneer. Zo, gewoon even 8 euro erbij. Dat is gewoon de helft meer. Dat is gewoon 5% meer. Dat is best lekker. Waarom moet ze helemaal hier naartoe lopen met de benen om dat beest te voeren? Loop gewoon hierheen, gooi het eroverheen en klaar. Wat zijn deze sterren? Ik heb een gevoel dat die sterren iets te maken hebben met onze reputatie van de dierentuin. Of met dit. Ik denk dat als we nu expert halen dat deze... geel ook wordt misschien. Of I don't know. Oké, we zijn klaar met giraf. Jij hebt nog wel vreten nodig. Dus dat is juist goed. Ah, maar wacht. Maar dat die langer open blijft betekent niet dat we langer of meer taak krijgen. Oké. Goed om te weten. Ja, dag 2 voltooid. En we hebben nog tijd over. Kijk maar. Oh, ja. Je kon het een beetje zien. We hebben nog genoeg tijd over, dus Nou ja, goed. Donaties? Oh, misschien is het dus wel handig om meer VIP's te willen krijgen. Oké. 330 munten als expert. Oké. We hebben een struik erbij. De sinaasappel hebben wij erbij. Oké. Nou, ik heb 300 euro. Weet je, omdat jij zo dicht bij het voer zit, ga ik je nog een keer upgraden en de olifant upgraden. Dan vraag je af, waarom, omdat hij dicht bij het voer zit, stel voor, we komen in de tijdnood, dan kunnen we deze sneller vreten en alles geven. En ja, dan hebben we dus tenminste nog wat gedaan, weet je wel. Ja. Maakt mij niet uit, ouwe. Laat mij gewoon die fucking dingen pakken. Ze worden nu al boos. De game tutorial geven gewoon een hele achterstand. Lekker. Nee, niet de prullenbak. Niet de prullenbak. De olifant. Jezus Christus. Nu even... kijk even naar die olifant. Die olifant die heeft ook echt geen ruimte onze reten fucking... keren zeg. Jongen. Zielig beest, man. Echt. Jongen. Deze heeft geen ruimte om zijn kont te keren. Als we dit doen, krijgen we nu nog steeds een volledige 3. Ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Ik zweer, als je ook water nodig hebt, dan heb ik spijt dat ik niet nog een extra... Godverdomme. Ja, en daarom heeft Natalie dus een karretje nodig, want dit gaat gewoon slom. Dit is echt... jongen. 16 euro. Wacht, is die 7 of 8 euro gewoon omdat we snel zijn? Ik weet niet. Nou ja, in ieder geval, één ding weet ik wel. Extra geld is extra geld. Dus op zich, in dat geval maakt niet echt heel veel uit wat wij hebben gekozen. Weet je, dat, ja, boeien. Een sinaasappel. Nou, ga maar lekker slapen. En jij ook. Of wil je toevallig nog water? Is ook goed hoor. Nee, lekker slapen.
Laden. Nou, toch wel weer wat. Maar dames en heren, hierbij wil ik jullie wel bedanken voor het kijken naar deze aflevering van... Hoe heet deze game ook alweer? Incredible Soup. Mocht je nou hebben genoten, dus zeer een blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Join mijn Discord, want geen registratie is meer nodig. Hier kun je video's zien die is YouTube speciaal aan jou recommendeert. Dus zeker kijken, want die vind je sowieso leuk. Daaronder zie je de TG playlist, mocht je zelf een kijkje willen nemen. En dan kun ik nog maar één ding zeggen, en dat is... tot de volgende keer, vergeet niet te abonneren. En doei doei!